Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer de velproduct video voor jullie. Deze video komt altijd één keer in de twee maanden. En dit zijn dan ook de producten van september en oktober. En ik moet heel eerlijk zeggen, deze video is wat later dan dat hij normaal komt. Dit komt omdat ik een aantal video's er tussendoor had en ik hem eigenlijk in oktober niet meer heb gered. Dus vandaar dat hij dus nu in november komt. Het zijn niet super veel producten, maar ik zal jullie gewoon laten zien welke producten ik dus niet fijn vond van zowel september en oktober. En ik zal jullie er iets meer over vertellen van waarom ik ze niet fijn vond. Dus als je benieuwd bent naar mijn velproducten van september en oktober, zou ik zeggen, kijk zeker eventjes gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een product van Catrice en dat is de Prime & Fine Makeup Transformer Drops in de Lightning kleur. Dat is dus zo'n tubetje. En je hebt gewoon een kleine opening. En hier komen dus druppels uit waardoor je foundation lichter zou kunnen maken. Ik vond dit product eigenlijk totaal niet werken. Mijn foundation werd er niet lichter van. Je zag het echt eigenlijk niet terug. Ook vind ik de eerste keer bij het gebruik dat er echt een soort van water uitkomt. Als je hem schudt, voelt het. Je hoort hem ook heel waterig. Ik weet niet of je het kan horen. Maar het is niet echt een stevige substantie. En ik had dus echt een stevige substantie verwacht. Helaas was dat dus niet zo. Zodra je er meer in knijpt, wordt hij iets vaster, zeg maar, de substantie. Maar ik blijf hem heel waterig vinden. Als je hem dan gaat mengen met je foundation. Nee, de kleur werd voor mij echt totaal niet lichter. En ik heb echt een kleur die wat te donker is. En het was niet echt een hele overdreven donkere kleur. Maar ik vond het heel erg moeilijk om de foundation lichter te maken, want dat werd ik gewoon totaal niet. Is dat vaak ook iets moeilijker, van donker naar licht. Dus misschien dat als je van licht naar donker wilt en je zou bijvoorbeeld de darker drops proberen, dat dat misschien wel beter gaat. Maar de lightning drops, die hadden voor mij echt geen toegevoegde waarde. Dus ja, ik vind het heel leuk bedacht, maar deze, voor mij was het geen succes. Dan heb ik deze blush van Essence en dit is de Satin Touch Blush in de kleur 10, Satin Coral. En het is echt, de kleur is echt heel mooi, dat moet ik echt nageven. Het is echt een heel erg mooi koraal kleurtje. Ik vind ook die dingen die je erin ziet, zeg maar die tekentjes in de blush, vind ik echt heel erg leuk. Alleen deze kleur zag je op mijn gezicht echt totaal niet terug. Vond ik echt heel erg jammer, want ik vond het ook wel leuk een keer iets andere soort blush. Ik ben normaal ook heel erg van veel roze. Ik dacht, nou, koraalkleurtje wel leuk. Maar nee, deze die zag je bij mij echt totaal niet terug. Met zwartje zag het er nog wel oké uit, maar op mijn gezicht was het echt heel moeilijk zichtbaar te krijgen. Dus ja, heel leuk blushje. Het is op zich ook een hele fijne, zachte blush. Alleen dit was niet de juiste kleur voor mij. En dat vond ik wel heel erg jammer. Misschien dat een andere kleur toch beter was geweest. Maar de Satin Coral, dat was niet mijn kleur. Dan heb ik twee mascara's. En deze zijn van Catrice. En dit zijn de Rock Couture. Couture? Zo'n moeilijke naam altijd. Nou, de Rock Couture 24-Hour Extreme Volume Mascara. En ik heb hem dan ook in de waterproof variant. Dit is de waterproof variant. En dit is de gewone versie. De verpakkingen zien er echt super leuk uit. Ik vind die kleuren die ervoor zijn gebruikt echt super tof. Ook wat er hier op het handvat staat. Ziet er echt super leuk uit. Ik ga even opendraaien. Dan kan je even het borsteltje zien. Zo'n borsteltje. Nou, hier ben ik al niet fan van. De haartjes zijn vrij kort. Zitten heel dicht op elkaar. Ik vind dit soort borsteltjes gewoon niet zo heel erg prettig. Dat is iets persoonlijks. Misschien vind jij zo'n borsteltje wel heel prettig. Maar ik vind het niet fijn werken. Hij zou extreme volume en lengte geven. Nou, dat zag ik dus echt totaal niet terug.
Kijk, als jij echt veel volume en lengte belooft, dan, nou, dan wil ik ook echt weglopen met wimpers. Nou, dat het bijna echt een soort, ja, nepwimpers lijken. Maar hij gaf echt absoluut niet de volume en de lengte die hij zou moeten geven. Ja, ook mede door dat borsteltje. Ik kwam heel veel met het borsteltje in mijn oog. En dat deed gigantisch zeer. Daardoor was het voor mij sowieso al oké. Okay, dit is niet echt een super tof iets voor mij. Dus ja, heel erg jammer dat deze gewoon niet doen wat ze beloven. Nou ja, voor de waterproefgouden variant geldt. Ja, oké, okay, hij is waterproof. Maar hij doet nog steeds niet wat hij zou moeten doen. Dus daarom zijn dit voor mij allebei geen succesmascara's geworden. Dan heb ik van Essence de Highlighting Eyeshadow Mousse voor een cooling en long-lasting effect. Ik heb de kleur 03 High Rosy. Dit is dus een oogschaduwmousse die echt een heel mooi effect geeft. Zo ziet de applicator eruit. Dat is ja, op zich prima. Het is een soort applicator die je ook bij lipgloss vaak tegenkomt. Daar had ik verder niks op aan te merken. Ook vond ik ja, het effect best wel mooi wat hij gaf. Het aanbrengen vind ik iets minder nauwkeurig als dat ik een poederoogschaduw aanbracht. Maar oké, okay, dat was op zich nog wel prima. Alleen nadat ik dus deze oogschaduwmousse had aangebracht, kreeg ik echt heel veel pijn op mijn oogleden. En mijn oogleden zijn best wel gevoelig. En ik heb dat ook al wel vaker benoemd. En bij deze gebeurde dat dus ook weer. Dat het heel veel pijn ging doen. Dus ik heb ook niet kunnen testen of dat die long lasting was. Want nadat het zoveel pijn ging doen, heb ik hem er ook eigenlijk gewoon direct afgehaald. Omdat het eigenlijk niet te houden was. En ik dacht, ja, dit ga ik niet fijn vinden. Dus ja, vandaar vind ik het een fel product. Omdat ik dus echt heel veel pijn kreeg op mijn oogleden. En hem daarom eigenlijk niet goed heb kunnen testen. Nogmaals, de kleur is heel mooi. Maar het effect op mijn oogleden deed te veel pijn. Dan heb ik een contouring eye pencil van Essence. En dat is dus dit potlood. Je hebt een contourgedeelte. Dat is deze kant. En ook een highlight gedeelte. En dat is deze kant. Nou, ik heb het potlood in de kleur 01 Caramel Meets Frost. En met dit potlood zou je dus eigenlijk je oogleden kunnen contouren op een vrij snelle manier. En je zou ook best wel snel klaar kunnen zijn. Maar helaas zag ik van dit potlood echt helemaal niks terug op mijn oogleden. Vooral als je oogleden wat vetter zijn, is het echt heel moeilijk om ja, met het potlood te werken. Ook vind ik het zelf een beetje pijnlijk om met zo'n potlood over je ooglid te gaan. Ik weet gewoon niet zo goed wat dat is. Maar nee, ik werd er nou niet heel erg vrolijk van. Ja, de kleuren die gaven totaal niet ja, voldoende pigment af. En dat vond ik echt, ja, echt heel erg tegenvallend. Waarvan ik dacht, oké, okay, dit vind ik echt een ja, heel erg tegenvallend product. Omdat er gewoon geen kleur afkomt. En ja, het werkte gewoon totaal niet. Dus helaas geen fijn product voor mij. Dan heb ik een product van Catrice. En dat is de Nude Blossom Collection Eyeshadow Palette. Het gaat om dit palette. Het ziet er prachtig uit. Zo op het eerste gezicht. Ook met dat roze vind ik. En de kleuren zijn ook heel erg mooi. Die zien er zo uit. Alleen het pigment van dit palette is echt heel erg tegenvallend. De kleuren zijn zo licht, zo niet zichtbaar dat je er eigenlijk geen look mee kunt creëren. Het is gewoon te licht. En
Dat vind ik, viel me eigenlijk best wel tegen, want ik heb al meer van dit soort paletten getest en daar was ik eigenlijk wel heel enthousiast over. Dit is eigenlijk het eerste palet waarvan ik zeg, oké, dit vind ik dus echt totaal geen succes, gewoon vanwege de pigmentatie. Ook al ziet het er heel leuk uit, ja, als er geen pigment afkomt, kun je er ook geen mooie ooglooks mee maken. Overigens heeft dit palette de naam 010 Blossom and Roses, maar helaas is dit palette voor mij echt heel erg tegengevallen. Dan ben ik toe aan het allerlaatste product en dat is wederom van Essence. En dat is deze Color Boosting Lipstick. Het is dus een lippenstift die wit is. Hij heet 01 Boost Me Up. En wat is nou de bedoeling van deze lippenstift? Ik zal hem even laten zien. Hij ziet er helemaal wit uit zoals je kunt zien. Met deze lippenstift kun je een basis maken. Dus je zou kleuren van lippenstiften intenser maken door deze booster eronder aan te brengen. Het is de bedoeling dat je eerst deze witte lippenstift aanbrengt en vervolgens de kleur eroverheen. Nou, dan zou je denken, dat kan echt wel heel goed werken. Bij nagellak kan het echt wel heel goed werken als je een color booster onder gebruikt. Daar ben ik heel enthousiast over, maar bij de lippen, nee. Het is natuurlijk een vet product. Dan ga je er een lippenstift overheen aanbrengen. Die zijn vaak ook vet. Tenzij je bijvoorbeeld een liquid lipstick gebruikt die mat opdroogt. Ik ging een lippenstift overheen aanbrengen. En de lippenstift die ik gebruikte, dat was een rode kleur die niet zo heel intens was. Dus ik dacht, nou, hij zou intenser gaan worden met deze lipbooster. Nou, hij werd niet rood. Maar hij werd wel roze en hij werd er ook niet intenser van. Dus in feite dat ik echt knalrode lip kreeg, nee, kreeg ik roze lippen. Dus dat was niet helemaal de bedoeling. Ik had echt gehoopt dat die lippenstift, die rode kleur er echt ging uitknallen. Maar nee, ik kreeg er roze lippen van. Dus helaas, ook dit product vind ik niet succesvol. Leuk bedacht, maar het werkt voor geen meter. Dan waren dit alweer al mijn felproducten van september en oktober. Zoals ik al zei, het waren er niet zo heel veel. Het is je waarschijnlijk opgevallen. Het zijn alleen maar producten van Essence en Catrice geweest. En nee, ik heb niet alleen producten van die merken getest. Maar de andere merken die ik heb getest, die waren dus dikke prima. Maar deze helaas niet. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie producten van deze die ik heb laten zien hebben getest. En of jullie misschien een hele andere mening hebben. Dat die producten voor jullie wel werkten. Laat het zeker weten in de comments. Dan nog even een andere mededeling. Er is mij gevraagd of ik eens een Q&A wil gaan opnemen. En dit lijkt mij heel erg leuk. Dus mocht jij nou een vraag hebben aan mij. Of iets wat je gewoon heel graag wilt weten. Kun je je vragen natuurlijk gewoon eventjes achterlaten in de comments. En als ik dan genoeg vragen heb. Dan kan ik eens een Q&A gaan opnemen. Wat mij heel erg leuk lijkt. Ik zal ook even een oproepje op Instagram plaatsen. Waar je ook je vragen kan insturen. Ik zal hieronder even mijn Instagram naam neerzetten. Zodat je me ook eventueel kunt volgen als je dat wil. De linkjes van mijn social media kanalen staan ook allemaal altijd al in de beschrijving. Dus daar staat hij ook. Maar mocht je een vraag hebben, stuur hem gerust in. Want het lijkt me heel leuk om een Q&A op te nemen. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal? Wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's? Kun je natuurlijk even gratis abonneren. En dan zie ik je snel weer. Doeg!